leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Modern Onderwijs. Vandaag wil ik met jullie hebben over je agenda in Outlook en ook hoe je je rooster erin krijgt. Want ik merk heel vaak in onderwijsland dat docenten, als ze een afspraak met elkaar willen maken, heel veel mailtjes heen en weer sturen wanneer ze nou een afspraak met elkaar kunnen maken. In Outlook, als je je rooster van jou en je collega daar makkelijk in kan zetten, dan kan je heel makkelijk zien wanneer iedereen beschikbaar is en makkelijk een goede datum prikken en een goed tijdstip om een afspraak met elkaar te maken. Ik gebruik voornamelijk de desktop versie van Outlook. Die zit er toch wel iets meer functionaliteit op. Ik laat je ook zien hoe je dit op de webversie van Outlook kunt doen. Maar voornamelijk op de desktop versie, omdat er gewoon iets meer functionaliteit in zit. Nou, laten we gelijk beginnen. Zoals je ziet, zie je al bij mij dat ik twee agenda's klaar heb staan. Je ziet het gele, dat is gewoon mijn normale agenda waar ik gewoon mijn afspraken in zet. En dan heb je nog het groene gedeelte, dat is mijn rooster. Je ziet ook dat het eigenlijk twee aparte agenda's zijn, dat ik ze over elkaar heb gelegd. Ik kan ze ook uit elkaar zetten, zodat ze naast elkaar komen te staan. Zoals je net ziet, druk ik gewoon op dat pijltje en kan ze naast elkaar staan. Ik vind dat wat minder fijn, dus ik leg ze meestal gewoon over elkaar, want dan zie ik makkelijker van joh, waar ik dan zie ik gewoon makkelijker waar de gaten zijn in de afspraken. Vooral als ik het met meerdere personen een afspraak wil maken, dan is dit gewoon een fijner beeld. Nou, ga ik even het link met jullie doornemen. Nou, nieuwe gebeurtenis, kan je gewoon op klikken. Dan kan je gewoon een nieuwe gebeurtenis in klikken. Kan je natuurlijk ook gewoon doen als je hier staat en je klikt dubbel. Net als een nieuwe vergadering. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als een nieuwe gebeurtenis, alleen kan je mensen ook uitnodigen. Nou, hier moet je maar gewoon even rustig naar kijken. Nieuwe Skype-vergadering. Nou, vroeger was Skype meer het videobelconcept en chatconcept, wat tegenwoordig Teams is. Die staat er nog tussen. Nou, nieuwe Teams-vergadering kan je gewoon aanklikken en dan ga je een nieuwe Teams-vergadering maken. Komt ook gelijk in je agenda van Teams te staan. Sowieso alle agenda's van je normale agenda die ik hier heb staan en die in het geel staan, staan in Teams. Dus die zie je sowieso. In Teams is het helaas nog niet mogelijk om ook gewoon de andere agenda's toe te voegen, maar wordt wel naartoe gewerkt. Nou, als ik op deze knop druk en ik zit misschien wat verder in de toekomst of in het verleden en ik wil gewoon weer terug naar de dag van vandaag, klik ik hierop. Als ik gewoon puur de 7 dagen vooruit wil kijken, dan kan ik hierop klikken. Nou, wil ik gewoon zien wat heb ik vandaag in mijn agenda, dan klik hierop. Werkweek, week, maand en planningsweergave is misschien ook wel fijn als je echt heel veel agenda's open hebt staan van joh, waar zijn de gaten, wanneer kan ik ertussen. Ik heb het liefst zelf altijd op werkweek, weet ik ongeveer wat ik kan zien. Heb je nou een andere werkweek? Ik heb hem nu op natuurlijk vijf dagen staan, van maandag tot en met vrijdag. Heb jij een andere, bijvoorbeeld je werkt maandag niet, kan je hierop klikken. En dan ga je gewoon, ja, ik werk de maandag niet, dus de maandag zit ik uit. Of ik heb weer werk zondag wel en ik klik op oké. Dan zou die nu gaan verdwijnen, dus dat ga ik dan ook nu doen. Ik ben even heen en weer geklikt en je ziet de maandag is bij mij weg. Je kan natuurlijk ook agenda's openen van je collega's en van leerlingen. Ga er wel vanuit dat het agenda's zijn en niet de roosters. Daar komen we straks op van hoe je ook de roosters in kan lezen. Nou, waar ga je dan naartoe? We gaan nog even verder naar het lint toe. Dan zie je hier gewoon agenda openen en dan kan je agenda openen uit het adresboek. Werkt gewoon precies hetzelfde als je een e-mail gaat. Hè. Klikt op het knopje aan, dan krijg je ook het adresboek te zien. Je zoekt gewoon de juiste persoon op en de agenda wordt toegevoegd. Vanwege privacyredenen laat ik dat nu niet zien. Je kan ook een agenda vanuit de kamerlijst. Dus als je bijvoorbeeld ook agenda's hebt voor kamers wanneer ze gereserveerd zijn, is meestal in het onderwijs niet zo van toepassing. Meestal wel bij wat grotere bedrijven hebben dit, zodat je vergaderruimtes kan boeken. Een agenda toevoegen vanuit het internet, daar gaan we straks even goed naar kijken, want zo gaan we ook onze rooster toevoegen van jezelf en van je collega's. En staan er nog wat, je kan nog een nieuwe agenda maken als je echt een aparte agenda wil maken, bijvoorbeeld voor een groep, of je wilt een gedeelde agenda openen, kan dat ook hier. Nou, agenda's ook groeperen, dat kan ook. Je kan bijvoorbeeld, je hebt een vakgroep, ik zit in een vakgroep wiskunde. En ik wil daar alle agenda's in, zodat ik gewoon in die groep één keer kan aanklikken, zodat ik gelijk alle agenda's heb. Die kan je hier maken. Misschien kan je ook je agenda gewoon delen als je hierop klikt. Nu zie je ook, joh, wanneer is de datum bereiken. Alleen vandaag, je kan alleen de beschikbaarheid zien. Druk op oké, wordt hier ingeladen en kan ik hem verzenden naar een collega toe. Nee, ik wil hem niet opslaan. Zo kan je ook gewoon je gehele agenda delen, dat is hier. Dus dat je alleen je beschikbaarheid deelt. Dan deel je wel je hele agenda. Dat is misschien handig voor je collega die misschien niet zo handig is met computers.
dat je gewoon makkelijker verstuurd wordt. Je ziet hier linksonder zie je ook alle groepen die ik heb staan. Hè? Van alle groepen waar ik in zit. Als ik die open zou klappen, zie je de agenda's van mijn collega's en een rooster. Zodat als ik die groep in één keer aanklik, krijg ik ze allemaal hier te zien. Je kan natuurlijk ook nog naar de online versie. Ja, als je gewoon naar je Office 365 gaat en je gaat naar agenda. Je kan ook via e-mail en dan hier linksonder zie je ook de meer opties. Ik zit nu in agenda en hier e-mail. Je ziet hier ook gelijk linksonder. Kan je ook de verschillende agenda's die je hebt, kan je naartoe klikken. Je ziet hier ook dat ik natuurlijk weer de agenda's over elkaar heb gelegd. Je kan deze ook uit elkaar weer halen hier. Hoe dat kan, dat laat je zo zien. Bij een nieuwe gebeurtenis klik je gewoon erop en dan kun je gewoon een nieuwe afspraak maken. Als je op vandaag klikt, ga je echt naar de dag van vandaag. Nou, een weekje vooruit, achteruit, een bepaalde week uitzoeken, kan je hier links ook. Nou, hoe wil je het zien? Hè? Je kan nog een dag, schoolweek, week, maand of een gesplitste weergave. Dus dat je de agenda's uit elkaar wilt halen, kan je hier ook op klikken. Kan hem ook nog delen. Kan hier dan, bijvoorbeeld, ik wil mijn agenda delen, kan ik hem hier gewoon een e-mailadres invullen en dan opsturen. Nou, hier heb je ook de verschillende opties. Niet gedeeld. Je ziet vanzelf, dit heeft allemaal verschillende mogelijkheden van wat je dan laat zien, wat je in je agenda. Je wilt bijvoorbeeld alleen maar laten zien dat je alleen maar wanneer je bezet bent en beschikbaar, kun je dat hier ook instellen. Of je wilt wel zien waar je bent en waar je bent. Of alles wat er in je agenda staat. Dat zijn maar net de afwegingen die je kan maken. En dan kan je nog je agenda afdrukken. Nou, dan hebben we hier nog agenda toevoegen. Dat hadden we natuurlijk in Outlook ook. Er staat hier ook nu een nieuwe feature dat je je persoonlijke agendas kan toevoegen. Bijvoorbeeld gewoon van Microsoft een Outlook, een Hotmail, een Live of een MSN. Ook je Google agenda kan je nu hier toevoegen. Ik kan ook mijn agendas bewerken. Als ik deze openklik, ik zie al mijn agenda's tevoorschijn komen. Ook alle agenda's van mijn collega's. Ik kan een nieuwe agenda maken, dus een lege agenda. Dat ik bijvoorbeeld echt voor een bepaald onderwerp een andere agenda wil hebben. Het is maar net wat je fijn vindt, kan je die hier instellen. Nou, toevoegen vanuit een adresboek hoef je alleen maar de naam of het e-mailadres in te vullen van je collega en dan kan je hem vinden. En dan heb je hem gewoon. Dan heb je nog het abonneren op via een internet. Dat zijn de e-call agenda's. Daar gaan we dat zo over hebben, maar hier kan je hem uploaden en nog het bestand uploaden als je een agenda hebt. Heeft meestal niet mijn voorkeur, maar het kan wel omdat de agenda's dan vaststaat. Daar ga ik het straks ook nog met jullie meer over hebben. Ik ga jullie nu laten zien hoe je je rooster van jezelf en misschien wel van je collega's netjes in je Outlook agenda kan krijgen. Zodat je dingen netjes over elkaar kan leggen. Zodat er makkelijk een afspraak gemaakt kan worden tussen jullie. Nou, wij gebruiken SomToday op school. Dan ga je naar je agenda. Je gaat naar mijn instellingen en zie je genereer e-kalender token. Nou, heb je dat gedaan, heb je hier een URL, die moet je even kopiëren. En dan ga je naar je Outlook agenda en dan doe je agenda openen van internet. En nu zegt hier ook, hier wilt u die URL, die stop je erin, druk je op oké en dan gaat hij hem laden. Dan vraagt hij nog wel om wat dingen goed te keuren en nu zie je ook hier, is mijn rooster weer toegevoegd vanuit SomToday. Nou, dit werkt natuurlijk ook gewoon in de agenda, dus als ik hier agenda toevoegen doe, abonneren van het internet, voeg ik hem hier toe, ik heb nog allemaal linkjes en dan druk ik gewoon op importeren, moet de agenda nog een naam geven, dus als ik hier test, kan ik hem alvast en ik kan hem ook onder welke groep ik hem wil hebben en misschien nog wel een leuk icoontje of een kleurtje meegeven. Nou, zo kan ik hem dus opslaan daar. Dit kan je ook doen via Zermelo als jullie dat hebben en je hebt er toegang toe. Je ziet dat er bij mij links heel veel opties zitten. Dat komt puur omdat ik ook een van de roostermakers ben. Maar je gaat hier naartoe naar roosters, naar roosteroverzichten. En nu zie je hier natuurlijk allemaal verschillende opties. Nou, dan kan je het ook van leerlingen, van hele groepen of van afdelingen, lokalen. Kan je allemaal vinden. Wat ik ga doen is ik ga mezelf even zoeken. En nu zie je ook, hier is mijn rooster. En als ik dan iets naar rechts toe ga, want mijn beeld is net even te klein, dan zie ik hier de knop exporteren. Dan krijg ik drie opties. Download het rooster voor een e-call, download het rooster voor deze week en voor volgende week. En de e-call URL, die wil ik dan hebben. Hij staat hier al geselecteerd, hoef ik alleen maar Ctrl-C te doen. Of rechtermuis kopiëren, dan heb ik weer die URL gekopieerd. En dan kan ik hem weer gaan toevoegen. Nou, ik kan hier natuurlijk ook mijn andere collega's vinden en netjes allemaal toevoegen in mijn agenda. Nou, dan kan ik
al die agenda's van mijn collega's kan ik hier instoppen en ook al in roosters. En zo kan ik toch echt een duidelijk beeld krijgen van, joh, wanneer is die agenda, wanneer is die collega nou echt beschikbaar voor een afspraak? Jullie zagen net dat ik juist voor de URL kies en niet om een bestand te downloaden. Want als je een bestand downloadt, dan staat het rooster vast. En zoals we allemaal weten, verandert er nog af en toe wel eens iets in je rooster. En als je de URL gebruikt, dan wordt die de hele tijd geüpdate. Dus als er wat in je rooster verandert, verandert er ook gelijkertijd in je Outlook agenda als je hem hebt toegevoegd. En dat is dan ook zo bij je collega's die je dan hebt toegevoegd. Dus zo zie je de hele tijd de veranderingen en kan je daarop inspelen. Dit werkt natuurlijk alleen maar als je collega's ook echt hun agenda gebruiken en niet alleen maar een papieren agenda. Dan zou je nog steeds gewoon met elkaar moeten zitten om een afspraak te maken. Nou, leuk dat je hebt gekeken naar deze uitleg over je agenda en je rooster erin krijgen. En misschien dat dit je helpt om makkelijke afspraken te maken met je collega's. Als je nog vragen hebt, opmerkingen of hoe jij dit inzet of gebruikt, laat dan zeker een commentaar achter hier beneden. En laat vooral ook een duimpje achter als je het goed vindt. En vergeet je vooral niet te abonneren, zodat je geen enkele andere video mist. En ik zie je in de volgende video.